Yo mensen van GamerKingNL en welkom bij de volgende webinar met Apes en Soda. En we gaan even weer wat wiet maken, want ik zag dat wij heel veel wiet in ons inventory hadden en hebben we verder niet meer nodig. Dus we gaan even lekker, brood maken. En gewoon lekker broodje maken. Weer 3 stacks erbij. Kan nog wel iets meer. Zo, nog wel wat meer. Zo jongens. 3,5 stack, 3¾ stack bijna erbij aan brood. Ik ga zo even wat opvreten, want ik heb honger. En ik denk dat wij wel even de caves en zo ingaan. Want eigenlijk heb ik daar wel weer een keertje behoefte aan om even lekker in de caves te gaan. Even wat diamonds te vinden of iets anders in de buurt van diamonds. Want dat hebben we wel weer nodig. Want mijn body en chestplates allebei ben op. Body en chestplate, ik bedoel leggings en chestplate, allebei ben op. Ik ben eventjes op zoek naar mijn andere leggings en body. Daar hadden we hier aan de chest gedaan. Die trekken we alvast aan. En deze laten wij hier liggen. Want ja, we hebben eigenlijk vrij weinig aan. We nemen ook een spade mee. We nemen zwaarden mee. We nemen pickaxe mee. Misschien nemen we nog even wat mee. Ik weet niet. Misschien wat hout. Misschien ook wel handig. Een bow, nou, dat hoeft niet. Zo faked wel goed. Nee, wacht, we nemen ook onze TNT's mee. En dan heb ik een redstone torch. Pak even wat redstone. Maak even sticks. En dan gaan we ook even een redstone torch maken. Nou, 2, maar dat maakt hem niet uit. Gaan we met TNT's nog eventjes wat doen. Onder de grond natuurlijk, dat wel. Wij gaan wel eerst ergens anders heen lopen. Volgens mij weet ik de coördinaat van mijn huis. Heb ik die nog steeds ergens op blad staan? Ja, ik zie hem hier weer. Huis hardcore 274-67-0. Ik heb dat blaadje nog steeds, jongens. Ik kan goed bewaren. Krijgen we binnen op LOL. Maar dat maakt hem niet uit. Wij gaan dikke eens hierheen. En dan gaan we zaak naar rechts. Lol. Dan gaan we zaak naar rechts. Hierheen. En dan gaan we hier een stukje rechtdoor lopen. En ik had toch maar even op lol gekeken, maar het was niet echt belangrijk. Ik had het beter kunnen afsluiten misschien. Want anders horen jullie nou zaak zo vaak zo. Blilink. Blilink. Nou ja. Oh ja, de netherpoort. We zijn ook best lang niet meer in de nether geweest. Echt wel heel erg best lang niet meer. Maar ja, daar kunnen we ook wel zonder mee. Wat moeten wij nou doen in de nether? Ja, dat weet ik ook niet. Nou ja, ik ben er laatst wel in geweest met de vuurwerkshow. Maar dat was zonder record. Ik ben er best lang geweest. We kunnen in de nether natuurlijk ook nog wel iets maken. En in die end kunnen we nog wel iets maken. En we kunnen nog zoveel doen eigenlijk. Alleen, ja, ik weet niet. Soms heb je gewoon in dingen geen zin. Op sommige momenten. Net zoals ik dat nou even geen zin heb op te bouwen. Want, ja, ik weet niet. We gaan nu even lekker kool hakken. Want kool hebben wij binnenkort ook wel weer nodig. En iron is ook altijd leuk. Het zijn gewoon van die dingen die je gewoon standaard Minecraft items, maar die zijn wel leuk om te hebben. Hier gaan we nog niet aan in. Ik vind het veel te dicht bij mijn huis, want ik wil wel een stukje verderop. Want dan weet ik zeker dat wij nog nieuwe grond hebben. Dus ook nieuwe diamonds, emeralds, etc, etc, etc. Emeralds hebben we dan niet zo heel veel. Ja, we kunnen een beacon mee maken volgens mij. En dat weet ik ook niet zeker. Kunnen wij wel eens een beacon maken? Volgens mij niet. Volgens mij is dat zo'n cheat item. Maar dat weet ik niet zeker, jongens. Helemaal niet zeker. Let's get up here. En wat is hier allemaal te beleven? Zit hier nog ergens een cave? Nee. Net liep ik er weer langs één heen. Ik weet het, maar die was ook nog iets te dichtbij. Mocht hier zaken cave zijn, dan weet ik niet eens of het al wel ingaat. Oh. Want ik wil best wel wat verder weg zijn. Dat ik zeker weet dat wij nieuwe ores hebben. En wij een heel stuk frisse grond zitten. Ik ben alleen vergeten om torches mee te nemen. Maar we hebben net al wat kool gehakt. Dus dat is no problemo. Oh, hier zijn we al een keertje uitgekomen volgens mij, of niet? Maar dat weet ik niet zeker. Ik zie hier wel iron liggen, dus eigenlijk denk ik het niet. En ik ga hier vooral vast wat torches maken.
Kan, maar dit gaat best diep op zich. Op zich gaat het best diep hier, ja. En op zich ligt hier best veel iron. Kunnen we straks nog een iron golem maken. Dat is ook leuk. En ik zie kool. Kool hebben we nu ook even nodig, want ik had geen torches meegenomen. Dus dan moeten we ze echt allemaal eventjes halen. Want ik wil wel terugkomen met een aantal stacks kool ook weer. Dat is gewoon hetgene wat ik echt wil, want... Ja, kool is gewoon hetgene wat best snel opgaat. En wat ik heel erg moet gebruiken in een default Minecraft. Kijk, in het GKNL modpack en zo heb je electronic furnaces. Die gewoon via elektriciteit voor jou kunnen, dingen kunnen gaan doen. Dat is veel makkelijker dan het met kool. Want kool raakt ook na een tijdje op, denk ik. Na een tijdje, want we zitten al best lang. We zitten al boven episode 90, dus 91. 91 episodes hebben wij het volgehouden nu. Vind ik heel knap. Had ik never nooit gedacht dat ik dat zou doen. Maar ja, het is gebeurd. We zijn er nu toch echt bij 91. En we gaan kijken hoe lang we nog vol kunnen houden natuurlijk. Ik kan niet met dagelijkse Woman Army uploaden, want dan wordt het een tijdje gewoon te saai voor mij ook. Want soms weet ik al gewoon niks meer om te doen. En dan vraag ik het ook gewoon aan jullie. En dan geven jullie weer antwoorden. Net zoals de achtbanen ben ik nu mee bezig. Met de fabriek ben ik nou mee bezig. Dus de aankomende tijd hebben wij nog van alles te doen. Maar ik wil niet dat ik zoveel ga recorden dat straks gewoon niks meer aan wordt in deze serie. Dat ik hier zonder plezier deze serie zit te doen. Dat ga ik niet doen. Dus deze serie blijft gewoon rustig doorgaan. Niet echt dagelijkse serie. Maar hij komt echt nog wel een aantal keer in de week. Dus be prepared. Lekkere kooljaken, jongens. Oh. En dan ging de torch weg. Heel erg nice, vis. Fishik, dat doe je toch niet, man. Je gaat er niet zomaar je eigen torch lopen. Holy shit. Zitten daar een bende monsters. Holy shit. Au. Oh. Kaboom. Nee, geen kaboom. Nice. Ik wil hier wel naar beneden, maar er zit wel een creeper hier. Twee. Weg! Au! Ah, nou is die creeper in één hitzak dood. Maar er zit hier nog een creeper. Maar die is ook zo dood. Wauw. Dat was best een scary moment. Iron. Nog een zombie. Kom mooi krijgen voor de XP. Tududund. Hier, dit vind ik wel een leuk paadje om te lopen. Ik zie een vleermuis namelijk. Hi zombie. Ik geef je gewoon een knockback tegen je kop hoor, dat je maar weet. We nemen iron mee. En ook weer een klein beetje kool. Want ik ga natuurlijk niet alle kool hier weghalen. Want dan ben ik hier wel heel lang bezig in de caves. En dat is niet mijn bedoeling. Het kan zijn dat ik wel weer een aantal episodes achter elkaar in de cave zit. Maar ja, het hoort erbij. Er zijn soms wat spannende momenten. En wat minder spannende momenten. Net zoals dat ik nou weer brood moet eten. En ik heb 40 stuks bij me. Voordat ze allemaal op zijn, moet ik wel weer... Oh, en dan viel ik even stil, want ik moest even kijken op het tweede beeld. Want ik dacht, what the fuck? Iets klopte niet met fraps, maar wel. Ik moet, voordat dat op is, moet ik wel weer helemaal terug zijn. Anders heb ik een probleempje. Een heel groot probleem. Dan is het niet meer een probleempje, maar een heel groot probleem. Als we het niet gaan halen. Oké, hier zit niks. Ook geen diamond. Nopas. Ik denk dat wij hier doorheen moeten. Heb ik zo'n gevoel van. Nee, niet. Oké. Okay. Dat doen we dat toch niet? No problemo. Ik hoor wel heel dichtbij in één keer lava. En dat is niet daar van onder, want die klinkt minder hard. Hier konden we niet heen. Moeten we terug door het water. Dat vind ik zo scheid. Gaat sloom. Het was hier zo groot en dan wordt het daaronder zo klein. Even kool meenemen. Want dit kool wat we nu oppakken zijn nog steeds allemaal voor torches, denk ik. Want we gaan echt heel veel torches gebruiken natuurlijk. Maar ja,
Het hoort erbij, want jullie willen ook wat kunnen zien. Dus dan moeten we torretjes maken. Oh, zombie. Daar hebben we hem. Gaan we nu eens deze kant op, denk ik. Gaan we via hier. Via deze zombies. Meteen weer twee kills erbij. Daar gaan we niet naar beneden. Hier wel. Dood. Dit vind ik wel een leuk plekje. Dan moet je me niet daar naar beneden slaan. A, U, B. Want dan vind je iets minder aardig. Wow, en daar crash je heel eventjes. Ik zie diamond. Jongens, we hebben weer een diamond erbij. 1. 2 stuks. En redstone. Oh, 3 stuks. 4 stuks. Oké, jongens, 4 diamond erbij. En heel wat redstone. En redstone is ook altijd leuk om te hebben. Nou, 4 diamonds. We hebben eigenlijk alweer onze pickaxe terugverdiend. Dus die mag op. Dit soort dingen vertrouw ik hier nooit. Maar toch zit hier wel de meeste diamonds. Dus we gaan het wel doen. Moet toch een keertje onze risico's nemen, jongens. We kunnen niet voor eeuwig op onze pussy trail blijven lopen. Als hier ergens een skeleton zit, hè. Dan ben ik zo de pannenkoek. Ik vind het zo eng, hè. Hier zo over lava heen. Cool. Maar toch ga ik wel rustig kool zitten minen bij het lava. Nice. En ik hoor al een skeleton. Iets minder nice. En ik heb zo'n gevoel alsof hij daar zit. En als hij daar zit, dan mag ik daar niet heen worden geschoten. Kijk, daar zit hij al. Ga jij maar lekker lava in dan. Holy shit, komt er nog een aan. YOLO. YOLO, fiolo. Zo, die ook even meenemen. Ik weet niet wat ik eraan heb, maar ik wil het gewoon meenemen. Het geeft wel leuk XP ook. Obsidian, hebben we daar wat aan? Nee. Ik zie eronder gold. Op zich is gold er wel mooi om te hebben. Gold ziet er wel leuk uit, ook qua armor vorm. Oh, ik kan niet het lava laten vallen natuurlijk. Iets minder slim, maar ja. Het was maar één stukje van de 4. En we zitten hier echt heel diep. En nog meer gold. Want ik heb echt heel weinig zicht hier beneden. En jullie vooral dan. Moet je nagaan. Ah, XP. Wow, dat klonk echt als veel XP. Even 2 kool meenemen. Ah, er zit hier een secret. Een secret entrance. En die komt nog uit in een grote grot ook weer. Jezus Christus. Ik wil hier eigenlijk geen blok update. Oh, er zit stone onder, gelukkig. Ik denk onder die niet. Kijk, dat bedoel ik. Hier dan. Oh, dat is alleen maar. Hier zit eigenlijk verder niks, denk ik. Ja, ik kan daar naar achter proberen te gaan. Maar als ik hier faal, dan heb ik een probleem. En ik heb geen cobblestone meer. Nope. Ga maar gravel. Hoe diep is het hier? 3. Het gaat dan nog wel verder, volgens mij. Dan gaan we hier gewoon even doorheen. Maar goed ook dat hij verder gaat, anders was het helemaal van niks gedaan. Oh, daar ga ik niet heen. Nog weer iron. Kijken of we met een stack iron straks terug kunnen komen, minimaal. Ook al heb ik het nu al 37. En met een aantal stacks coal wil ik ook wel terugkomen. Want we hebben zoveel furnace en ik wil op level 30 terugkomen. Dat ook minimaal. Ik weet het gaat steeds slower, maar dat maakt niet uit. Je krijgt nog steeds best veel XP, vind ik, van minen. Ah, mooi geluidje erbij, jongens. Ja, level 25 betekent dat. Dan moeten wij ons hier wel omhoog bouwen.
En dan zit er niks. Epic. So damn epic. Hou toch weer terug. Neem we die iron nog even mee? Ja. Oh, daar kunnen we ook nog geen andere... Oh! Even een stukje weg daar. Zo, je hebt me niet eens kunnen hitten, joh. Gek. Gek dat je de... Auw. Ga weg. Ga maar lekker tegen het water in zwemmen, daar ben je goed in. Hé jongens, zullen we hier onze TNT plaatsen anders? Ja, dat gaan we doen. Hoe ver kan ik hier rennen? Oké, dat is ver genoeg. Ik ga het hier eventjes één breder maken. Oh jongens, drop ik nou net mijn pickaxe of is hij kapot? Waar is mijn pickaxe heen? Oh, daar zit hij. Lol. Denk what the fuck. Oké, daar gaan we jongens. Oh oh. Fuck, rennen. Boom. Hey jongens, we hebben diamond. En het zou anders onder de lava zitten. Lololol. Lololol. Nice. Nog meer diamond. Anders zouden we hier zo in het lava zitten. En nu zitten we gewoon lekker. Veilig. Ah, veilig. Voor een gedeelte veilig. Want ik wil hier eigenlijk wel weer aan op. Want ik wil weten wat hier dan allemaal nog zit. Kijk maar, dit bedoel ik. Er zit hier gewoon de volgende cave. En redstone is ook altijd leuk om te hebben. En de XP van de redstone natuurlijk ook. En nog meer redstone. Gaat echt snel zo, jongens. Hier zit geen diamonds. Maar we hebben al 7 diamonds deze ronde. We hebben onze sword en alles al terug. Oh, daar zit nog meer diamond. What? Oké, ik zit hier echt op een goed diamond plekje, hoor. Pickaxe. Eentje maar. Nee, toch. Dat sucks. Dat zuigt wel. Nou ja, eentje is beter dan niks. Dus ja, dat maakt verder niet uit. We hebben nu 8 diamonds. Eigenlijk al meer dan ik had gehoopt dat ik deze ronde in de cave zou krijgen. Maar dat is alleen deze episode al. Maar ik heb er nog niet van plan om terug te gaan eigenlijk. Zeker niet als het zo goed gaat met de diamonds nu. Oh, creepy. Creepy creep. It's a creepy creeper. Dikke frame drops. En ik zie gold. En gold hou ik ook wel van. Gaan we straks gewoon, als wij niks doen, gaan we gewoon in full gold armor rondlopen straks. Plus ik heb ze nodig voor drills, maar... Want we waren nog van plan om heel goed rails aan te leggen. Plus onze achtbaan. Wow, ik hoor een enderman heel dichtbij. Nou, wat ik nou ga zeggen is bedankt voor het kijken naar deze episode. Ik zie je de volgende episode weer. Doe even een groen duimpje omhoog voor meer zijn erbij favorieten. En als je niet geabonneerd bent, je bent van harte welkom. Doei!